Oké. Yo, dude. Het is je boy QC, dude. Surfen moet je durven. Nee, jongens, ik ben nog steeds zo koud als een biljartbal. Maar ja, we zijn er weer. Nieuwe video. En we gaan weer reageren op ondertussenin. We hebben natuurlijk al een reeksje gehad met allerlei landen. Heel veel mensen zeiden, hey, waarom reageer je niet op ons eigen kikkerlandje, Nederland? En dat gaan we ook doen. Benieuwd wat we allemaal gaan zien. Misschien ook dingen die we al hebben gezien. Omdat we ja, dingen hier toch wel vaker zien als het viraal gaat in Nederland. Dus ja, het is tijd om te beginnen. Nadat jullie hebben geabonneerd. Ik bedoel, we willen dit jaar de miljoen halen. Dat lukt alleen als jullie even op dat abonneerknopje drukken. Heel simpel. Jullie blij, ik blij. Precies. Jongens, laten we beginnen. Ja. Ja, je moet alsnog betalen, pik. Ik vond dit niet zo grappig. Het pakte me niet. Ah, misschien ligt dat aan mij. Oké, wat gaat hier gebeuren? Jongens, ik schrok me de tering. Wat is dit? Wee, yo. Ik zag dat niet aankomen, man. Ik zag ook niks in de fik staan of zo. Zo, ja. Ja, die geloof me. Die heeft last van zijn oren, hoor. En heeft hij nog geluk gehad. Oh jee, scootertje. Wat? Een soort van fietsscooter of zo. Ja. Dit zag ik niet aankomen. Is wel creatief. Is wel creatief. Oh! Ah, jammer. Het had het wel afgemaakt. Dat is de driedubbele backflip met tand door de lip. Dat zou mooi op het menu staan. Maar, nee, jammer genoeg niet. Ja. Hij dacht, nee, joh, niks mee te maken. Doorrijden, neef. Ja. Maar zou hij gewoon echt gewoon strijd hebben gehad? Of zou hij echt denken van, ja, het poortje werkt niet. Ja, weet je wat? Dan tieven we hem eruit, toch? Ja, mooi. Oh, onze koning, Willem-Alexander. Wat gaat hij doen? Was dat het? Alleen omdat het onze koning is en hij flipt een eitje, is het grappig? Ik ben teleurgesteld. Deze vrouw gaat sowieso stelen. Oh. Ja. Ik kom even een pilsje halen. Lekker bezig, pik. Ja, hier ga ik goed op. Hier ga ik goed op. Hallo. Ik hoorde dat er wijn in de aanbieding is. 4 voor de prijs van 1. Lekker, man. Oh, ja, lekker. Ja. Die is helemaal van het padje, joh. Voor de mensen die het niet doorhebben. Hij heeft gewoon een... Ik wou zeggen saxofoon, maar het heet geen saxofoon. Portofoon. Hij heeft gewoon een portofoon vast. Het is helemaal geen blaastest. Ja, dan ben je laat dus. Dan ben je ver. Die man heeft een goede lach op de achtergrond. This is a message for all new students in Vlissingen and places nearby. This is the night baker. Ja, lekker bloemkool Engels. 2 o'clock in the night. Ja. And we have the best snacks in town. If you are hungry, you can buy in my shop. Ja. So you can hear, my English is not so best, but my snacks are the very best. Hij vindt zelf ook door. Jongens, klink ik ook zo. Als ik Engels praat, ik klink wel beter als dit, toch? Laat het even weten in de comments. Ik bedoel, ik weet dat mijn Engels niet helemaal optimaal is, maar zo slecht kan het ook weer niet zijn, toch? We are every day open, except Saturday night. So, we have also drinks and cigarettes. Ik ga hier goed op. Track, kom langs bij Paul Gurenstraat 65. I see you at night. Niks meer te maken. Steek aan dat ding, Peter. Steek aan. Nee. Wij zijn dus laatst achtergekomen dat dit niet in Nederland is. Onze dromen zijn verpest. Ha, een meme die zo classic was, bleek gewoon niet van hier te zijn. Het bleek gewoon een voice-over te zijn. Oh, wacht. We gaan een quiz houden. Wat gaat hier gebeuren? A. Hij landt op zijn achterhoofd. B. Hij flipt hem goed. C. Tand door de lip. Jongens. Maak even een keuze in je hoofd. Ik ga voor antwoord C. Tand door de lip. Oké. Okay. Oh. Dat was een C'tje. Het was een C'tje. Ik voelde het al gewoon aankomen. Ik weet niet eens of ik hierop mag lachen, maar kijk hoe die erbij zit. Oh, de Mortal Kombat Scorpion. Come over here. Ja. Oh, dat was een mooie. Daar houden wij van. Oh ja, toch mevrouw. Ze heeft het gewoon niet door. Ze denkt, ja, weet je wat, laat maar zitten. Het lukt niet. Ja, alleen in Nederland weer. Hij gaat Willy trekken. Of ik heb het al
een keertje ergens anders gezien dat deze man Willy gaat trekken. Er waren er meerdere filmpjes van. Of ik heb deze man in het echt gezien. Maar kijk, hij flikt er wel hoor. Ja, Willy neef. Nog een box ondertussen. Jongens, ik hoop dat dit weer snel kan, man. Ik bedoel, dan zie je toch weer iedereen op straat. Iedereen, je mist het toch wel in deze lockdown. Oh. Peace. Ja, eentje gaat neer. Oh, maar je gaat hard erop, dat is goed, hè. Jongens. Oh, ja, daar gaan ze. Ah, oh. Ja, die gingen vies. Ja, toch? Hollandiaal. Hoppakee. Die kopt er voor je. Hoppakee. Mevrouw. Had die trek in hout. Nee joh, die klimt. Gaat hij naar boven klimmen of probeert hij naar beneden? Oh. Oh, hij heeft nog geluk gehad hoor. Als het goed is. Nee joh. Wil je even mooi op Facebook zetten joh, met je stroom. Die was waarschijnlijk aan het schijten voor zijn deur. Hij weet ook niet wat hij moet doen. En hij rent nog met die wc-papiertje bij zijn reet, kijk. Ja. Dat ziet er zo raar uit. Oh. Oh, iemand deed het geluid na waarschijnlijk. Ja. Oké, okay, leuk geintje. Leuk. Lekker bezig, pik. Hij is waarschijnlijk ook niet helemaal nuchter meer. Oh, dit gaat sowieso fout. Oké, komt hij, hè? Oh, ja, ik wist het. Ik wist het. Oh, ga jij maar even scooter rijden, brommer. Ja. Oh nee! Oh nee! Oh nee! Kijk, daar gaat ze hoor. Daag. Kom aan! Ja. Oh ja. Blijf jij even hangen, mevrouw. Ja, die gaat sowieso. Of ze moet heel sterk zijn, dat ze zeg maar naar boven kan klimmen. Maar de kans is groot dat ze los gaat laten. En gewoon het water in dief. Oh, de boot gaat terug. Oh, oh, misschien houdt ze het nog vol. Zie je? Oh nee! Ja, is klaar. Is klaar. Even lekker zwemmen. Set your mind free. Is the year of the summer. Oh, oh. Lekker een stuur van zouden pik. Kijk, daar gaat die even. Ja, mooi. Mm. Ja, kom op, fietsen pakken, verder fietsen. Fietsen? Fietsen, Peter. Fietsen, nee, andere fiets. Ja, oké, okay, ja, lekker. Ja, lekker bezig. Hij denkt ook van ja, dit heeft toch geen zin meer. Dit heeft toch geen zin. Als je nog één keer neergaat, zou het echt mooi zijn. Ga nog één keertje neer. Nee, ah, jammer. Oh. Ja. Hij gaat sowieso dood. Dit is ook mooi, hè. Dat echt iedereen gewoon losgaat. Iedereen, yay. Lekker bezig, op ik. Ja, ik wist niet precies wat er zou gebeuren, maar je kon het wel aanvoelen dat er iets zou gebeuren. Nou, goeie je medie. Nou, we zien hoe lek die is, jong. Dat zegt helemaal allemaal. Hey, hoe zie je, jong? Ik sta compleet vast, jong. Ik heb gewoon niks verstaan. Ouwe meuk. Ouwe meuk, alleen dat. Welk dialect is dit? Ellende heb ik toch. Oké, ellende. Wat een ellende. Ja, misschien. De man van de gemeente. Jongens. Is deze man nou dronken of legt dit gewoon aan het dialect? Moet je zien, jongen. Hij zeikt maar door. Hij gaat er ook echt helemaal goed op. Oké, alsjeblieft geen dierenmishandeling. Daar hou ik niet van. Want ik vertrouw dit niet. Kom op, een duif. Een duif heeft ook mijn leven. Anders komt hij tussen die ramen of zo. Nee. Oh, wat kinderachtig. Ah, ja, deze kennen we allemaal nog. Het was toen gekke wind in Nederland. Dit was volgens mij een van mijn eerste reageervideo's. Was storm in Nederland. Ja, daar begon het volgens mij. Echt een van de eerste video's. Daar begon ik met het weer in Nederland. Want omdat het toen zulke stormbuien er waren. Met 2 jaar terug of zo. Oké. Okay. Die mensen naast nou, ja. Maar dit is wel een karmaatje. Maar besef, kijk eens. Kijk wat voor drukken op we krijgen. Kijk. En daar gaat hij zelf. Ja, lekker pik. Oh ja, dit was ook tijdens de storm. Ja. Ja, dat is ook echt iets Nederlands, hè. Zeg maar, in Amerika zou ze zeggen, oh my god. In Nederland is het gewoon zo, de tyfus, hè. Nou.
Hey, dus het beesten kunnen gewoon je nek breken, hè? Vooral als ze jongeren hebben, zijn ze vals. Ze kunnen echt gewoon botten breken. Daarom, ik ben ook echt tering bang voor ganzen, zwanen of wat het ook is. Oh ja, deze. Ja. Ik kan er niks aan doen, maar dit blijf ik zo mooi vinden. Mevrouw, u moet even rechtdoor. Dit lijkt gewoon special effect. Het lijkt gewoon bijna niet echt zo. Kijk, die tweede die vliegt, ja. Gelukkig heb ik daar geen last van met mijn voorste lijf. Ik kon me best wel staande houden, zeg maar. Ja. Lekker bezig, pik. Je ziet het ook, het is bijna helemaal leeg. En dan heb je, zeg maar, hè, mensen die echt tot het laatste moment blijven. En dan krijg je dit soort tafereelen. Ja. Oh, even iets verzorgen. Ja, die ging lekker, hè. Mevrouw, eten voor de ding. Je ziet die man ook kijken van, potandori, Jannie, daar gaat ons eten. Oh jee, de hoverboards. De hoverboards. Ja, die gaat sowieso neer. Ja, ja, dat duurt niet meer lang, dat duurt niet meer lang. Ja, je kon het verwachten. Oh. Ja. Je had maar één taak, Dave. Je had maar één taak. Gewoon opvangen. Lekker bezig, pik. Dit is typisch dronken zijn in Nederland, zeg maar. Dit is waarschijnlijk bij zo'n markt, hè, die op een zondag dan open gaat. Hé, hey, laten we even hangen. Ja. Heeft hij nog geluk ook, hè? Als die paal op je hoofd komt. Oh, hij heeft zijn auto niet op de handrem, ja. Even aankloppen. Hallo, is er iemand thuis? Ja, dan gaat je auto even. Ja. Even dunken. Hij wil wel via een stoel doen. Ja, hij hangt ook wel heel hoog, dat die basket. Ja. Eventjes liggen, meneer. Dat zou ik nou mooi vinden. Dat ik een keertje gewoon uit mijn raam aan het kijken ben. Of in mijn tuin sta. En dat ik een buurman dat zie doen en het zie gebeuren. En het liefst ook nog dat ik het op camera heb. Ja, nee, dat zou echt mijn dag maken. Maar dat gebeurt nooit. Ik heb geen buurman met een basket die denkt van... Hé, laat me even springen en dat het fout gaat. Dat zijn van die momentjes. Je moet het maar net meemaken. Maar op een dag. Misschien op een dag. Buurman, als je mijn video's kijkt, koop een basket en probeer wat. Oh, lekker hangmatje. Of maak eerst ook iets op de kop. Ja toch, lekker. Ga maar zwemmen. Alleen daarvoor heb je al een beveiligingscamera voor je deur nodig. Je weet het maar nooit, kijk. Ja, dat vond ik een mooie. Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar hij is uit mijn land. Hij dacht bij zichzelf, wat een mooie koplamp. Oh. Daar gaat je auto. Ja. Hij bleef nog hangen. Lekker pik. Lekker bezig. Jongens, de koptelefoon is af. En dan weten jullie wat het betekent. We zijn bij het einde van de video. Bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie. Later. Skuda! Ja, ja. Mooie trap.